Nou, er is toch ook wat. Ik heb even teruggeluisterd naar mijn nummer 5 over MH17. En die heb ik hernoemd. Dat ding gaat zo dadelijk weggegooid worden. Dat is voor 80 jaar en ouder, denk ik, wat ik daar allemaal zeg. Dus niet zo'n best idee. We beginnen gewoon lekker overnieuw. En ik sta momenteel weer te uploaderen. En kijken of ik nog een muziekje uit kan krijgen. Want dat is altijd wat leukste. En nou eentje die iets beter klinkt dan die vorige. Dat is zo'n hoop, joh. Maak het uit. Even kijken. Dit is een studioopname. Dit is ook wel leuk. Ietsje harder. Dat klinkt wel goed, hè? Hele mooie video erbij. Met Edwin. En Gert is ook bij. En er valt hier iets uit mijn silver sok. De muziek mag uit, denk ik. Dit kan je allemaal zo terugvinden. Je kan ook zelf naar perry7.nl gaan. Dat mag allemaal niet. Even kijken wat er nou viel. Oh, ik zie het al. Dat dacht ik al. Een stuk zilver. Ja, alles slijt. Hè? Ook die sok waarin mijn zilver zit. Dat is een beetje raar om te vertellen, maar het is wel waar. Ik zit hier in een soort mini-studio en ik heb een contragewicht hangen. En daar zit een kilo zilver in. Ja, dat moet je ook niet hardop op de radio zeggen, want straks dan... komen ze je zilver jatten. Dus het was gewoon niet waar wat ik net zei. Maar alle gekheid op een stokje. Dus we gaan even terug naar waar we waren. En we waren namelijk bij vraag 5a. Want 4a en dinges hadden we gehad. Kijk hoor. Dus als ik dan nu beeldvullend doe. Hoppa. Heb ik er weer 2, dan moet je gelijk terug. En dan moet je vragen om 1. Ja. Kijk, hier waren we gebleven. In hoeverre is dit materieel inmiddels weer terug in Nederland? Een beetje vaag. De vraag zou moeten luiden, als wij materieel voor zo'n missie sturen zoals gebeurd is, zijn we dan überhaupt op de hoogte van de locatie waar het spul staat? En al het materieel is terug, met uitzondering van, ja. En volgens mij interimmissie is 1 woord. Dan komt zo dadelijk ook aan het einde nog een typfout, die moet ik niet vergeten. Dus als ik die vergeet, dan wil ik een hate mail krijgen van jullie, van Perry, je bent die typfout op het einde vergeten. Maar volgens mij is interimmissie terecht... Een streepje mag je ertussen doen. Aan de andere kant interimmissie. Ik kan een zoekoperatie doen. Dat is eigenlijk wel interessant. Hij komt, we doen hem toch voor de lol, ja? Dan gaan we even zoeken naar interim. En hoe staat het daar de eerste keer? Die staat al. Kijk. Hier staat interimmissie met een streepje. En dat lijkt mij correct. Maar hier staat hij weer met een spatie. En dit is waar we waren. En dan staat hij weer met een spatie. Dit heet gewoonweg slordig typwerk. Dat is gewoon, dat is nergens voor nodig. Betekent een bepaalde minachting misschien wel van degene die het lezen. Van ach, die weten het verschil toch niet tussen interimmissie en een andere missie. En, gewoon een beetje typen, man. Niet zo netjes.
Wat zijn de gevolgen voor het onderzoek naar de ramp, nu onze missie niet voorgezet kan worden? Terwijl eerder gezegd is dat we dat wel wilden doen. Ik lees het even niet op, terwijl eerder het belang benadrukt is van onmiddellijke en onvoorwaardelijke toegang. Wat zijn de gevolgen voor het onderzoek nu wij geen toegang hebben tot het rampgebied? Dat hebben we dus niet. Dat was dus op 15 augustus. Hè? Voor wat betreft het onderzoek naar de oorzaak van de ramp. Geven we aan, voor wat betreft het onderzoek, is de voorkeur om ook onderzoek te doen op de plaats delict of zo. Maar dat je ook onderzoek kan doen op andere locaties en met andere mensen te praten en zo tot een verslag te komen. Dus we mogen er niet naartoe. Maar dat is helemaal niet erg. Want je kan ook nog andere bronnen heel goed onderzoek doen, hoor. Daar hoef je niet voor in de Oekraïne te zijn. Doe maar niet waar. En natuurlijk een saillant detail is dat het onderzoek. Ja, kijk, voor zover je dus die wrakstukken en die stoffelijke overschotten. En dat het allemaal niet mag, allemaal heel moeilijk is. En. Ja, je weet niet eens, er zijn allemaal foto's op de social media en de ene die beweert van kijk, dit is shrapnel. Shrapnel, dat zijn metaaldelen. Ook niet al te klein, maar dat is heel raar, dat is gewoon rotzooi eigenlijk. Metaalrotzooi. En dan doe je gewoon boom en dan knalt al die shrapnel, die knalt eruit. En die tuimelt door de lucht heen en die maakt gewoon kapot. En zeker zo'n vliegtuig, want dat is gemaakt van aluminium. Dat is geen fout. Dat is, zo heette dat vroeger, aluminium. Voor mij en mijn vriendjes moesten we daarom lachen. Maar zo'n vliegtuig heb je zo kapot. Met een beetje shrapnel. Of het was een mitrailleuraanval. En dan heb je dus kogelgaten. En dat spul, dat moeten wij dus weten. Wij moeten dat spul kunnen. Dat had gewoon al lang bij de. Weet je dat? Het Klokhuis heette dat vroeger. Zo'n kinderprogramma. En iemand van TNO moeten zien met een stuk van de MH17. En dat hij dan netjes laat zien met zijn nanometer. Dat dat precies de inslag is die je verwacht van een stukje shrapnel. Of de inslag van een kogel. Want in een raket zitten namelijk geen kogels. Daar doen ze shrapnel in. Je kan er ook bolletjes in doen. Maar in principe stop je daar gewoon puin in. En wat wij dus willen, wij willen die wrakstukken hebben. Tenminste, dat lijkt mij nogal wie dus. En dan kunnen we kijken wie het gedaan heeft. Het andere wat we natuurlijk willen, en dat staat hier ook heel terecht in, hè. Ik zal hem eventjes. Kijk hoor, dit stukje gaat het mij dan over. Het is. Ik vertaal dit even, je mag met me meelezen. Het is mogelijk om op basis van andere bronnen te onderzoeken wie het gedaan heeft. Dus het is gewoon jammer dat we niet die wrakstukken kunnen krijgen. Maar dat betekent niet dat we uitonderzocht zijn. Want er zijn nog andere bronnen. Een bron die mij gelijk in het hoofd schiet is Schiphol. Wie heeft dat vluchtplan goedgekeurd? Welke geniale generaal was dat? Die zei, ach, doe maar. Iedereen wist toch dat daar oorlogshandelingen plaatsvonden.
Wij waren toch gewaarschuwd door Oekraïense ambtenaren. Tenminste, dat stond in de krant. En dat lijkt me ook een hele goede om te onderzoeken. Om te kijken van, ja, hoe kan het nou? Hoe werkt Schiphol eigenlijk? Wat is het nut van Schiphol? Wat is het nut van vluchtleiders en dat soort mensen als ze het gewoon niet eens gek vinden dat je met 300 man aan boord ga je boven een oorlogsgebied lopen vliegen. En we gaan nog niet naar huis, nog lang niet, nog lang niet. Ik vind dat gek. Het kabinet heeft ook zo... Nee, niet het kabinet, dit zijn wij, hè. Wij zitten hier de vragen te stellen. Dat is de volksvertegenwoordiging. En degenen die ons vertegenwoordigen, die willen dan weten... Hoe is het gesteld met de toegang van het Openbare Ministerie... en nog een ander team... tot locaties in Oekraïne. Dus onze politie en leger, die durfden er niet naartoe... Er stond een hele boze pro-separatist of zo. Maar kan er het Openbaar Ministerie daar naartoe? En het gezamenlijke onderzoeksteam? En mogen we dan toegang tot alle relevante locaties? Ja, het is mij eventjes ontschoten wat het verschil is tussen alle relevante locaties en relevante locaties. Het woordje alle had weggemogen. De deelnemende landen geven in het belang van het strafrechtelijk onderzoek geen informatie. Ja, precies. Dus hoe is het gesteld met de toegang van het Openbaar Ministerie nu onze soldaten daar niet binnen durven? En ook verder helemaal niemand. Maar dan het OM sturen we erop af. En daar willen ze gewoon niks over zeggen. Wat betekent de fysieke ontoegankelijkheid van het rampgebied in concrete zin voor het strafrechtelijk onderzoek? Nou, vind ik een hele goede vraag. Ik zou zeggen, in één woord, nadelig. Dat zou ik zeggen. Dat is wat mij gewoon gelijk te binnen schiet. Ik kan een heel dramatisch voorbeeld voor gaan halen van een of andere mooie film die ik gezien heb. Maar kijk, als je niet op de crime scene bent, ja, dat is niet heel handig. Hè. Moet je wel heel goed inspecteur Columbo zijn. Nou, het antwoord van het kabinet is... Dit betekent dat er via andere wegen getracht wordt om de feitelijke toedracht en mogelijk verantwoordelijke voor de crash te achterhalen. Dit is een rare term. Ah. Dus er wordt nog steeds vanuit gegaan dat het een motorstoring had kunnen zijn. Zo. Of een of andere passagier die had een liter haarlotion in zijn tas zitten. En die is geëxplodeerd in het bagageruim of zo. Hier wordt geïmpliceerd dat er mogelijk niemand verantwoordelijk is voor deze ramp. 200 Nederlanders zijn dood. Maar mogelijk is er niemand voor verantwoordelijk. Want er zijn mogelijk verantwoordelijken. En het houdt onder meer in via digitaal onderzoek. Nou, dit is ook weer niet correct. Hier had een streepje tussen moeten staan. Hier staat digitaal van het onderzoek. Onderzoek digitaal, kun je ook zeggen. Wat bedoelen ze daarmee? Dat ze Facebook in de gaten houden? Of hebben ze bij Google, hebben ze zich geabonneerd op een aantal... Oh, ze hebben Twitter. Is dat het? Want we mogen er niet naartoe. En dan getuigenverklaringen. Ja, getuigen van wat? Van degene,
Maar in de Oekraïne mochten we toch niet binnen. Dus welke getuigen hebben we dan gesproken? Die bestuurder van de trein, bestuurders, dat wisten we dan wel. Dat er waren meerdere bestuurders, dat wel. Maar we hebben ze niet gesproken, weet je nog. Nog iemand die maar iets te maken had met die zoekactie. En Frans Timmermans, die wist gewoon ja, waarom dat was. Want het waren dronken klootzakken. Of forensisch onderzoek. Ja, forensisch onderzoek naar wat? Ik zou, als je mij hoofdonderzoek zou maken, dan zou ik dus gewoon onmiddellijk beschikking willen hebben over zo'n grafisch informatiesysteem, een geografisch informatie, gewoon GIS. Gewoon dat je precies kan zeggen, die locatie dat, die locatie dat, die locatie dat. Nou, en dan terugrekenen. En je weet waar die vloog. Want hij moet uit koers, dat vliegtuig moet uit koers geraakt zijn door de inslag van whatever. Want dat was wel van buiten, denk ik. Of niet. Ja, maar dat weet je dan. Maar dan moet je wel weten waar die stukken liggen. En dan niet ongeveer in de buurt van Lobjanec. Maar dan mochten we niet binnen. Maar het was wel ongeveer daar. En dit is de trein van de Maleisische regering. Oh, daar zaten die stoffelijke overschot in. Een ander verhaal. Ik weet helemaal niet waar die wrakstukken zijn eigenlijk. Is, ik ga even door. Want ik moet door tot 5L. En dit is 5D. Het is een hele lange vraag, vraag 5. Dan krijg je wel een mooi groot antwoord. Is informatie beschikbaar gesteld? Zo niet. Wat niet en waarom? Is er iemand die informatie achterhoudt? Zo ja, waarom? Nog een keertje doen? Ja, dat is gewoon logica. Hè? Is informatie... Ik zat gewoon... ik lieg niet, hè? Is... Want dit slaat nergens op. Is informatie... Voor het strafrechtelijk onderzoek, het onderzoek van de onderzoeksraad van de veiligheid, voor het onderzoek. Want ik mag toch hopen dat de jongens die op het strafrechtelijk onderzoek werken, dat die wel alle data delen met die jongens van de onderzoeksraad voor veiligheid. Of vertrouwen die elkaar meteen momenteel helemaal niet meer. Dat zou ik wel jammer vinden. Dus ik ga ervan uit dat er gewoon één onderzoek is. Het waren de 200 van ons. Dus is informatie voor het onderzoek beschikbaar gesteld? Zo nee. Dus als, is er iets achtergehouden? Wat is er dan achtergehouden? En waarom? Maar als er iets achter is gehouden, komt dat dan door een computerstoring? Net als met die e-mails van Hillary. Weet je ook weer? Maar die vrouw. Van die Bill. E-mailstoring of zo? Dus als de relevante informatie niet beschikbaar is gesteld. Wie is daarvoor verantwoordelijk? En wat zijn zijn drijfveren? Waarom niet? Waarom moet er informatie voor ons onderzoeksteam worden achtergehouden? Dat is hier de vraag. En wat ze doen... Hier staat een negatie. Nee. En hier staat weer een negatie. Dit is een tautologie. Ja, en zo word je gewoon helemaal... en dan snap je niet meer wat ze hier zeggen. Maar hier staat dus... Klopt het... dat relevante informatie... dat benodigde informatie voor het onderzoek... de informatie die wij nodig hebben voor het onderzoek... die wordt slechts mondjesmaat beschikbaar gesteld.
Klopt dat? Dat is vraag 1. En vraag 2 is, wie is daarvoor verantwoordelijk? En waarom doet hij dat? En dan zegt het kabinet dat ze geen mededelingen kunnen doen. Dus inhoudelijke mededelingen, dat is het leuke. Ze kunnen natuurlijk wel mededelingen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen dat ze op 11 september, nee, wat is 11 augustus, was er een technische overleg of zo. Kijk, dat kunnen ze wel vertellen. Ja, dat was 11 augustus. Dat was een dinsdag en dan kwamen ze samen in Zoetermeer. Ze weten het allemaal nog. En achteraf een borreltje drinken en ja, niet al te duur uit eten. Maar wel op kosten van de zaak. Dus dat soort mededelingen kunnen ze wel doen over het onderzoek, maar geen inhoudelijke mededelingen. En dan komt er hier dus de klapper op de vuurpijl. Over logica, dat is best grappig. Ze kunnen dus, ze willen niks echts vertellen. Gewoon een beetje, even kijken hoor. In het belang van het onderzoek zeggen we uitsluitend oppervlakkige dingen. Dat staat hier. En belangrijke dingen. Ja, nou, dit klopt ook niet. Hè. Ze kunnen geen inhoudelijke mededelingen doen. In het belang van het onderzoek kunnen we niks zeggen over zaken die al dan niet bekend zijn. Dus dingen die we niet weten. Ja, daar weten we niks van. Dat is ook een geweldige speech van Donald Rumsfeld, die toenmalige, wat was die, van het ministerie van Defensie of zo. We kunnen niks zeggen over dat wat we al dan niet weten. Ja, ik kan ook niks zeggen over iets wat mij niet beschikbaar is gezegd. Maar dat venijn zit natuurlijk hier. Of beter nog, in al dan niet. Ze zeggen hier gewoon, ja kijk, wij weten een aantal dingen over deze zaak. Maar dat gaan we jullie niet aan jullie neus hangen. Ja, dat is het antwoord van het kabinet. Dat zijn de jokers, die zitten eindelijk in de plush of in het leer. En die hebben gewoon, ja, je moet maar eens het verhaal lezen van de bovenbazen. Dat is van Martin Toonder. Nou, een van onze teams, want je hebt dus het strafrechtelijk onderzoeksteam en het onderzoeksteam van de OVV. Ja. En de OVV doet in zijn eindrapportage verslag van zijn onderzoeken. De onderzoeksraad heeft aangegeven op dit moment geen inzicht te kunnen geven in de status en inhoud van het onderzoeksmateriaal en de onderzoeksinformatie. Ja. Ik heb nu gewoon zin om de clown uit te gaan hangen. Maar we beginnen gewoon, ik blijf gewoon lekker bij je dingetje. Tot slot verrekening, dit is van onze overheid. Dit kost dus binnenkort 23% btw plus accijns. Je krijgt straks ook accijns op suikergoed, snap je? En daaroverheen btw natuurlijk. Kosten patiënten, maar dan heb je ook wat. En ik zou het ontzettend fijn vinden dat onze overheid gewoon les krijgt in logica. En desnoods moet Sharon Dijksma, is het toch? Van onderwijs? Ja, desnoods moeten we haar ook maar logica gaan leren. Ja. Dat was een grapje natuurlijk. Maar wat hier dus staat is dat dit is als eerste fout. Hè? Ik zal het gewoon uitleggen. Kijk, hier staat Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ja. En hier staat ook een de voor, hè? De Onderzoeksraad voor Veiligheid. En die wordt afgekort OVV. Dan wordt hier weer gezegd de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Maar waarom heb je dan die afkorting gebruikt?
Het is gewoon maar een vraag hoor. En als je hem daar, als je hem hier dan per se wil gebruiken, waarom gebruik je hem dan daar ook niet? Dus de OVV doet in zijn eindrapportage verslag van zijn onderzoeken. Wat wil ik anders? De OVV gaat een rapport opstellen, compleet uit de duim gezogen. Dat is het tegenovergestelde. Dus ze zeggen hier eigenlijk, de OVV gaat een rapport schrijven van, ja, dat is niet helemaal uit zijn duim gezogen. Wat wordt hier gezegd? De OVV, want ik neem aan, want hier wordt dus gezegd, de OVV, ding is, deze met een afkorting erachter, dan heb je deze, en dan krijg je deze. Ik neem aan dat ze het over dezelfde raad hebben. Oké, okay. Ja, nu snap ik hem. De onderzoeksraad heeft aangegeven op dit moment geen inzicht te kunnen geven in de status en inhoud van het onderzoeksmateriaal en de onderzoeksinformatie. Dus, de vraag was, ons onderzoeksteam, los van het strafrechtelijk onderzoek, heeft die alle gegevens ter beschikking gekregen? Of is er iemand die gegevens achterhoudt? Nou, het antwoord is, we proberen, ja, het antwoord is, oh ja, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek kunnen we niks zeggen. En in het kader van het onderzoek van de OVV kunnen we zeggen dat er komt een eindrapport. En op dit moment hebben we geen flauw idee wat de status of inhoud is van het onderzoeksmateriaal en de onderzoeksinformatie. Het strafrechtelijke team mag geen mededelingen doen. Vanwege het strafrechtelijk onderzoek mogen ze geen mededelingen doen. En die andere club, die kan het niet. Ze hebben geen flauw idee. Er staat hier, de OVV heeft, de OVV zegt, de OVV heeft geen inzicht. De OVV kan geen inzicht geven in het onderzoeksmateriaal en de onderzoeksinformatie. Dat kunnen ze gewoon niet. Maar dit is pas 15 augustus. Ja? Het is pas een maand na de ramp. En trouwens, op 18 juli, 's morgens vroeg in de Ardennen, dan kan iemand zoals ik al weten hoe het zat. Dus wat zit je te zeuren? We weten nu gewoon helemaal niks. We kunnen niet eens vertellen wat we nou teruggekregen hebben met die wrakstukken. En hoe zat het dan? Was het nou shrapnel? Of waren het kogels? We weten helemaal niks. We maken het uit. Over welke informatiebronnen beschikken de officieren van justitie en rechercheurs? Nou, dat is natuurlijk een inkoppertje. Want dit betreft het strafrechtelijk onderzoek. Nou, in het belang van een strafrechtelijk onderzoek heb je gewoon, dat mag, dat is gewoon toegestaan. Als je op zoek bent naar de dader, moet je niet gaan zeggen dat je hem in de picture hebt, want is hij morgen geëmigreerd naar Australië. Dus je moet het geheim houden. Welke landen zijn door het onderzoeksteam om informatie en assistentie gevraagd, waaronder het toevoegen van experts aan het team? Wat zijn de voorwaarden waaronder buitenlandse experts aan het onderzoeksteam deelnemen? Nou, het antwoord van het kabinet, ik denk dat ik er ook echt voor, dit is ook weer een overnieuwtje, hè, want ik ben helemaal vanuit mijn dak gegaan, maar ja, vraag je nu eens zelf af, waar gaat deze vraag over?
Als jij mijn volksvertegenwoordiger was, hè? Ik was gewoon putjeschepper. En ik heb gewoon een gouvernant nodig, een toezichthouder. Een soort moeder. En jij gaat namens mij deze vraag stellen. Waarom? Kijk, ik vind maar een paar dingen belangrijk. En dat is punt 1. Dat is die locaties van die stoffelijke overschotten. En dat die allemaal vast komen te staan. Dat die stoffelijke overschotten allemaal naar Nederland zijn gekomen. Nou, dat laatste kon wel eens gewoon gebeurd zijn. Misschien was dat wel allemaal goed gegaan. Maar wie heeft het gedaan? Wie heeft het vliegplan goedgekeurd? En toen ik ook in de dagen na deze ramp een uitzending zag, of een persbericht of zo, van een politica, moet je dan zeggen, het was een dame. En die stelde voor dat de overheid zou gaan betalen voor een website waarop je kon zien dat je en dan heb je een vluchtnummer. En dan moet je een datum, een tijdstip en je vluchtnummer intoetsen. En dan kan je zien of je over een oorlogsgebied vliegt. Nou, ik dacht dat dat toch een beetje de taak van Schiphol was. Ik bedoel, die jongens op Schiphol, die verdienen goudgeld. Tenminste, die CEO's van... De Burger King en niet die franchisers, die verdienen geen zak. Maar aan Schiphol wordt gewoon goud verdiend. En waarom kunnen ze dat niet even regelen? Waarom houden ze dat zelf niet in de gaten? Dat is wat ik zou zeggen. En dat we andere landen, welke landen zijn door het onderzoeksteam. Even kijken, wat is dan het onderzoeksteam? Want we hebben het gehad over het strafrechtelijk onderzoeksteam. En die kunnen helemaal niks zeggen. Dan hebben we de onderzoeksraad. Dan hebben we ook nog het onderzoeksteam. Zo best. Welke landen zijn ons... door welke landen zijn die mensen waarvan we niet weten in welke team ze zitten en hoeveel het er nou zijn. Maar onze club, laat ik het zo maar zeggen. Terwijl wij aan het onderzoeken waren in een onduidelijke formatie. Welke landen hebben wij toen om informatie en assistentie gevraagd? Waaronder het toevoegen van experts aan het team. Ik kan nu Google Maps erbij halen. Hè? Hebben daar andere landen voor nodig? Als ik als Nederlander gewoon Google Maps kan bedienen. En ik kan zo'n traject... Kan ik gewoon uitstippelen, windrichting, dan weet je gewoon in ieder geval iets. Waar stond die Buk-raket? En hoe kwam die daar? En waarom vloog dat vliegtuig daar overheen? En andere landen vragen? Ja. Misschien durven ze het wel niet aan mij te vragen. Want ik ga gelijk de goede vragen stellen, denk ik, hoop ik. Als je mij op een dieet zet van havermout en bronwater. Ik krijg een ander verhaal. Kan ik anders? Maar dit is gewoon niks. En wat zijn de voorwaarden waaronder buitenlandse experts aan het onderzoeksteam deelnemen? Ja, welk onderzoeksteam? Het strafrechtelijk onderzoek of van de OVV? Wat maakt mij het uit? Met de andere getroffen landen wordt ten behoeve van het strafrechtelijk onderzoek nauw samengewerkt. Oh, dat is mooi.
In dat kader is door de landen tevens afgesproken om in de informatievoorziening over die samenwerking terughoudend te zijn. Ja, dit is al de 33.000ste Freemason keer dat ik hier hoor dat ze gewoon niks willen vertellen. Maar zeg dan ook gewoon tegen de volksvertegenwoordiging: jongens, je kan wel lopen zeiken, maar je krijgt toch geen antwoord. Gewoon bek houden. Het is pas 15 augustus. En wat zijn die satellietbeelden trouwens? Waarom staan die niet op het internet? Is dat respectvol naar de nabestaanden? En dan gaan we hier een heel naar stukje krijgen. Het kabinet kan daarom geen mededeling doen. Ja, precies, klaar, dat hebben we al gezegd. Vanuit het strafrechtelijk onderzoek. Maar dit gaat over het onderzoeksteam. Het onderzoek naar de oorzaak van de crash, ik moet er bijna van huilen hoor. Ik ga het niet doen. Die aflevering die ik weg heb gegooid, ging gewoon uit mijn dak. Maar laat ik dat gewoon niet doen. Dan maak ik het uit allemaal. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp doen we naar wetmatigheden. Dus het burgerluchtvaartverdrag 1944 en de daarbij behorende annex 13. Dus we doen het onderzoek hartstikke netjes conform de wet. We doen het onderzoek zoals dat afgesproken is. We hebben ook nog een tweede, het internationaal onderzoeksteam. En dan hebben we dan de volgende landen: Oekraïne, Maleisië, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten. Dat zal wel kloppen. Daarnaast hebben de organisaties ICAO. Ja, welke organisatie is dat? Ik zou het echt niet weten. En het Europese Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart. Ja, het EASA, European Agency Safety Air Flight of zo. Dat zal wel. Die hebben ook geholpen. Dus die hebben ook geholpen dat ze totaal geen inlichtingen konden hebben. Ja, ze konden echt geen inlichtingen krijgen. Ze wisten al helemaal niks. Ze hebben niet op de hoogte van het onderzoek. Het is allemaal geheim. Maar Maleisië, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, allemaal hartstikke. En in Oekraïne ook hoor. Ontzettend mee geholpen. Dat waren fijne ambtenaren, man. Maar ja, we kunnen niks vertellen. Ja, dat is. Ja. En we kunnen. We kunnen gewoon in principe geen mededelingen doen. En daarom heb je hier dus het verslag van de bijzondere raad. Die komt vertellen, we kunnen gewoon helemaal niks vertellen. That's it. Hoe beoordeelt u de medewerking van verschillende staten aan het onderzoek door dat ene team van ons en dat andere team van ons? Werken vooral landen zoals Rusland en Oekraïne mee? Zo, is dat belangrijk? Nou, ik denk het wel, want die Russen hebben die bukraket gemaakt. En die hebben ze volgens mij geleverd aan de Oekraïne. Aan Oekraïne moet je zeggen, niet de Oekraïne, maar Oekraïne. Dus Rusland en Oekraïne. Dat waren twee handen op één buik. En Oekraïne, die had dus die bukraketten. En die waren gejat door die pro-Russische separatisten. Zo zat het toch? Ja, of ben ik dan weer gek geworden? Dus ik wil wel weten of Rusland enig idee heeft wat het serienummer is van die bukraket die een vliegtuig van ons uit de lucht heeft getjoept. Een beetje samenwerken. En dat er van hun een bukraket is gejat, is helemaal niet. Dat betekent niet dat Rusland de schuld heeft. En wie heeft dat gedaan?
En die Oekraïners die hadden dus een bukraket van Rusland. Nee, meerdere raketinstallaties zijn er trouwens. Er bestaat uit 3 vrachtauto's. Hè? Van echt van een 6-wielers minimaal. Niet 7, nee, niet 7-wielers. Zeg ik nou 8-wielers of zo. Pak even een vloedje. Een beetje gerommel op de achtergrond. Ga gewoon door. Maar zo was het verhaal. En de Oekraïne is dat ding dus kwijtgeraakt. Dus de Oekraïne moet ook minimaal een serienummer weten. En waar is dat ding gebleven dan? En wie heeft het dan gejat? Dat een deel van de Oekraïne wilde dus terug naar Rusland. Nou, ik zal zelf zeggen waarom. Of je nou door de kat gebeten wordt of door de hond, dat is allebei even kut. Maar dat wilden ze dan. Dat zal wel. Maar dan hoef je toch niet een vliegtuig van ons uit de lucht te schieten. En al was dat maar per ongeluk. Ik vind het best. Van, oh, sorry. Sorry. Wij dachten dat Vladimir Poetin erin zat. Maar dat mag. Maar dan ga je wel dokken. Dat je in de Oekraïne woont, dat je denkt van kom, ik ga even lekker knallen en bengen, ik geloof er helemaal in en ik maak mijn land vrij, dat is best. Maar een vliegtuig van ons, wat gewoon een burgerding was, uit de lucht knallen. Hoe kom je erbij? Aan de hoogte alleen al kan je zien dat het een burgerluchtvaartapparaat is, vliegtuig, burgerluchtvaart. Ja, het leger, dat zit altijd lager. En de burgerluchtvaart, die vliegt ja, met hoge drukcabines. En die hebben ook aparte van het leger ding, spul. Dat kan nog veel hoger dan de burgerluchtvaart. Maar er is gewoon een bepaalde hoogte en dat is de burgerluchtvaart. Dat is 30.000 voet. 10 kilometer. Ongeveer. Daar is iets raars gebeurd. En wij krijgen hier daar het bewijs van. En nu weet je het. Want onze volksvertegenwoordiging die zit hier gewoon vragen te stellen. Die ik zou willen bestempelen als categorie kussengevechten. Zo kan ik het ook. Er wordt gewoon geen enkele vraag gesteld. Alleen maar, hoe is het met de ambtelijke regelingen? En dan vraag H. Wordt er in het onderzoek ook samengewerkt met de militaire autoriteiten van de verschillende betrokken landen, zoals de NAVO-lidstaten? Ja. Dus het einde van pagina 7. Dus ik moet nu uitzoomen. Maar jullie krijgen nu eventjes de tijd om even te gaan nadenken wat het antwoord zal zijn. Nou, het antwoord. Ik heb het al gelezen. Ik heb hier ongelooflijk over opgewonden. Dat zal ik nu niet doen. Het is echt voor 8 jaar en ouder. En voor degene die dus snappen dat. Het is allemaal. Een beetje. Dit is echt een geweldig antwoord. Het antwoord is, er wordt samengewerkt met de getroffen landen, evenals Oekraïne. Snik, snik. Als je dan vraagt, hoe wordt er samengewerkt, dan zeggen ze, ja, daar kunnen we niks over zeggen. Het is ook belangrijk om te snappen waarom ze dit maken. Dat begrijp waarom ze dit willen. En luister dan ook eens een keer naar
mijn uitzendingen over Jezus en de samenzwering. Snap waar het over gaat. I. Krijgt het onderzoeksteam, ik weet weer niet wie dat is, maar krijgt onze club toegang tot elektronische gegevens? Van de NAVO. Nou, het kabinet verwijst naar antwoord op vraag D. Nou, en wat zou daar staan? Gewoon lekker terug, gewoon naar vraag 5D. Ja, de vraag is, krijgen we ook elektronische... krijgen we alleen maar bierveeltjes waarop met een pen gekruist is en een beetje een schetsje met een... of is het met vulpen? Of zijn het gewoon kassabonnetjes die je omgedraaid hebt? Je hebt net eventjes boodschappen gedaan bij de co-op. En op de achtergrond dan schrijf je wat. Of krijgen we ook digitaal? Is er e-mailverkeer eigenlijk geweest? Hebben wij van de NAVO iets via e-mail gekregen? Dus elektronisch. Dat is de vraag. Nou, in 5D is dat al beantwoord. En dit is 5A... Ik ga hem nu niet inzoomen. Ik hoop dat jullie dit kunnen zien. Want anders moet ik weer inzoomen en uitzoomen. 5A, daar ben ik begonnen. Ja. En dan moeten we naar 5D. Even kijken of dat loopt. Ja, 5D. Dit is het antwoord. Ja, dat hebben we al gehad. Ze kunnen niet eens vertellen of ze de gegevens digitaal gekregen hebben. Je kan natuurlijk ook... is er enige kwaliteit van het materiaal? Ja, kunnen we geen uitspraak over doen. Mooi is dat. Dus dat was het antwoord op... deze vraag. Krijgen wij informatie van de NAVO? Een AWACS, what do I care about AWACS? AWACS. Maakt mij dat uit. Heeft de NAVO geen satellieten of zo? Zal wel weer. Nou, het antwoord is gewoon weer, we zeggen gewoon lekker helemaal niks. Want jullie zitten hier een beetje vragen te stellen. En wij zeggen alleen maar dat we op 11 augustus hebben ontzettend goede technische... En toen bleken de kaartjes met rode dingetjes op te staan. En wij wilden weten waarom stonden er rode dingetjes op die kaarten die aan ons gegeven waren... Dat hadden we pas in de gaten toen de vijfde sherry in mijn nek zat. Ja, tenminste, ik zou altijd sherry drinken. Ik wil niemand beschuldigen. Ik zou sherry nemen. Anders overleef je toch zo'n overleg niet. Krijgt onze club ook toegang tot... oorspronkelijke data. Oké, dat is mooi. Dit is echt geweldig. Dit is... Oh jee. Oh, in mijn vorige uitzending ben ik hier denk ik geëxplodeerd. En toen ging ik echt dus dingen zeggen die zijn niet voor... niet voor 80 jaar en jonger. Deze gaan we lekker fileren, ja? Dit is onze club. Het onderzoeksteam. Dit is de OVV met de internationale club. Het maakt niet uit. En de Head of Emergency Systems en de Amerikanen. Maar krijgt de club toegang tot de oorspronkelijke data. Kijk. Dit is dubbel op. Er
ik heb gewerkt. Echt, echt gewerkt. Gewoon in, niet dat ik heel rijk ben geworden, maar ik heb gewoon gewerkt in de dataverwerking. En de oorspronkelijke data, ja. Dat is de data waar je een beeld van maakt. En je produceert een beeld van de oorspronkelijke data. En wanneer je serieus bezig bent, maar dat zijn niet alle mensen kennelijk tegenwoordig. Maar de oorspronkelijke data, die kan je altijd overleggen. Daar maak je een backup van. En vroeger moest dat heel ingewikkeld met een cassettebandje. En later werd dat beter. Kon je backups maken op videobanden. En toen werden ze weer kleiner. En tegenwoordig is een backup, dat stelt geen rol meer voor. En die oorspronkelijke data, waar hebben we het over? Welke data heeft de Oekraïense regering? Ik hoop, ik ga ervan uit, dat de Oekraïense regering, dat die de toegang heeft, tot de oorspronkelijke data, dubbelop weer, maar gewoon de vastgelegde data van de relevante verkeerstorens. Door de verkeerstoren in Noordwest-Oekraïne, ja, daar heb je niks aan. Laat die maar zitten. Maar die verkeerstorens daar in de buurt, die leggen toch die data vast, of niet? Hebben wij dit gehad? Nou, dat willen ze niet vertellen. En ze willen niet vertellen of die data überhaupt ontvangen zijn. En dat valt buiten hun juridictiële lalalala. Dat mogen ze niet. Ze mogen niet eens vertellen of ze de oorspronkelijke data, de data dus, van die verkeerstorens. En wat hebben ze nog meer? De Oekraïense regering heeft toch ook militaire bases? Die hebben toch ook een radarinstallatie? Daar wordt toch ook gelogd? Met een tijdcode en lalalala. En misschien was er bij een of andere militaire basis, dat was een update van Windows 3.11 naar Windows 98. Dat zou kunnen. En hebben ze van toen die dag geen data. Maar zeg dat dan gewoon eerlijk. En dit is een onzin antwoord. En dan die tweede, die is zo mogelijk nog erger. De oorspronkelijke data van de Oekraïense regering, afkomstig van de sociale media. Dus dat inclusief die. Ja. Je kan dit wegknippen. Dus krijgt onze club toegang tot gegevens van de Oekraïense regering, afkomstig van sociale media. Kijk, er wordt mij altijd verteld dat de NSA of zo, dat die de hele dag jou zit af te luisteren. En dat je een Facebook-account hebt en daar moet je ontzettend mee oppassen, want je zegt maar dit en een hulp heb je van die kleerkast aan je deur. Wel, zelfs ik hou Facebook in de gaten. Ga je mij vertellen? Ik heb in die tijd heb ik Facebook in de gaten gehouden. En als ik gewerkt had voor de Nederlandse overheid in het kader van het onderzoek, of dat nou strafrechtelijk is of oorzakelijk is, je mag mij gewoon de opdracht geven van Perry, ga jij eens even uitzoeken, was dat een bom aan de binnenkant of een bom aan de buitenkant? Ja. Dan weet ik wat ik moet doen. En ik hou wel die Facebook, hoef ik zelf niet te doen, maar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vriendjes van mij, die houden die Facebook in de gaten. Dat Facebook gebeuren en de Twitter. Dus, je moet van die handige jongens hebben die blind kunnen typen. En
Maar wij zijn dus kennelijk afhankelijk van de Oekraïense regering. Om ons te vertellen wat er destijds op Facebook stond. Dat is de vraag. En het antwoord is... geen antwoord. Vraag K. Kunt u een overzicht geven, inclusief de documenten zelf? Van verdragen. Nee, ik moet het eerst even voorlezen, dan moet ik nog bespreken. Ja? Kunt u een overzicht geven, inclusief de documenten zelf, van alle verdragen, memoranda of understanding, comma, uitvoeringsovereenkomsten en andere schriftelijke overeenkomsten die wij voor het onderzoek, in het kader van het onderzoek naar de MH17 gesloten hebben met andere landen of andere internationale organisaties. Nou, dit vind ik een hele vreemde. En als eerste, dit mag ik niet vergeten, kijk, dit is ontzettend lelijk, is dat MH-17 en volgens mij is dat de correcte schrijfwijze. En hier staat MH-17. En hier staat vlucht MH-17 van Malaysia Airlines. Waar hebben we het nou over? Dus ik ga dit even omzetten in correct Nederlands uit mijn hoofd. Mogen wij zien welke contracten er gesloten zijn met andere landen of andere internationale organisaties aangaande het onderzoek naar de ramp? Welke contracten zijn er gesloten? En het liefste, ja goed, willen we gewoon de contracten zelf zien. Dat lijkt me toch nog wel wieders. Het waren niet 200 Swahili's of zo. Het waren 200 Nederlanders. Niet dat Swahili's minder waard zijn, maar het zou ons minder moeten. Ja, ook niet waar. Maar in dit geval waren het gewoon 200 Nederlanders. Als er 200 Swahili's doodgingen, ja, dan moeten de Swahili'ers in actie komen. Maar wij nu toch ook? En welke contracten zijn er dan gesloten? Nou, die contracten, er is een contract getekend, is MH17 ramp, dus, ja. En dat is dus 11 dagen na de ramp, nee 17, even rekenen, 17, 20, 3, 12 dagen na de ramp, dat was 17 juli, nee dat is 11 dagen na de ramp. Binnen 2 weken is er in Kiev is er een verdrag gesloten waarin ze afgesproken hebben dat wij beschermd worden. Oh, dat is mooi. Kort daarop is op 1 augustus en dat is dan weer, even kijken, 28 juli, dus 31 dagen, dus dat is 5 dagen daarna, hebben we in Den Haag een verdrag getekend met Australië. In zaken de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland ten behoeve van de reactie. Ten behoeve van de reactie op het neerhalen
van vlucht MH17. Even kijken. Ten behoeve van de reactie op het neerhalen van dat vliegtuig tot stand gekomen. Even kijken. Kort daarop. Daarna hebben we een contract met Australië over hun aanwezigheid in Nederland. Ten behoeve van de reactie op het neerhalen van... Oké, is... Ja, precies. Daarom die Australiërs die willen naar Nederland, want dat is een reactie. Die Australiërs die hebben dus ook zoiets, kennelijk, van wat is dat zeg? Dus die hadden een reactie. En wij hebben dus daarvoor, even kijken, dus daarna is er een verdrag getekend dat Australisch overheidspersoneel in Nederland mag zijn. Maar dit Nederlands klopt niet. In zaken de aanwezigheid van Australisch overheidspersoneel in Nederland tot stand gekomen. Nee, klopt wel. Maar het is wel erg ingewikkeld. En wij deden dus kennelijk een beetje moeilijk erover. Dus die Australiërs die mochten niet zonder visum hier komen of zo. We wilden niet alleen praten met... Niet alleen niet praten met die Oekraïners. We wilden ook niet praten met die Australiërs. Of zo. Ik snap niet. Ik snap het niet. Kijk, en dit is dan gepubliceerd in TRB 2014-135. En dit is in TRB 2014-142. Ja, het zal wel. Ik weet niet wat een TRB is. En wat heeft het te maken met het feit dat wij onze stoffelijke overschotten terug willen hebben? Daarnaast zijn er twee Memoranda of Understanding, MOU's, gesloten. Oké, er zijn dus vier contracten gemaakt. Het betreft een contract tussen Nederland en Oekraïne. En dat ging dus over wat er gebeurd is. Dat is wel mooi, dus dat staat allemaal prima. En een contract in de vorm van een briefwisseling tussen Nederland en Australië. En hier mist toch echt een dubbelpunten. Kijk, hier staat netjes Australië. Maar hier staat Australië. Nederland en Australië houdende, en dan gaan ze in het Engels door. Bop, 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 bop. En in verband met de overname. Deze man. Ja, precies. Ja, precies. Ja, exact. Dus we hebben ook een contract met Australië. Maar daar kunnen we niks over zeggen. En voor het overige wordt in de samenwerking tussen de betrokken staten. Ik weet niet waarom hier een hoofdletter staat, trouwens. Ik denk dat daar een kleine letter had mogen staan. Uiteraard gebruik gemaakt van reeds bestaande contracten. In dat verband is in het bijzonder van belang annex 13 bij het burgerluchtvaartverdrag van Chicago. Lalalala. Waarin, en de vorige keer stond andersom, hè. Dan zeiden ze eerst, begonnen ze over het burgerluchtvaartverdrag van 1944 en daarvan annex 13. Maar ja. Waarin regels voor het onderzoek naar luchtvaartincidenten zijn uitgewerkt. Nou, geweldig. Annex 13 geeft aan welke eisen en specificaties onderzoek naar voorvallen moeten voldoen, welke landen betrokken moeten worden en hoe er gerapporteerd dient te worden. Ja, nou, ik heb hier niks aan toe te voegen. Dat is gewoon echt helemaal klaar. Ik zou echt niet weten wat dit te maken heeft met de vragen, nee, met de antwoorden die we gewoon hebben. Hoe kan het nou dat er een vliegtuig van ons met 200 vakantiegangers, nee, het waren geen vakantiegangers, maar het waren burgers,
Die hadden geen parachute omgekregen van tevoren. Wie, oh wie, heeft dat gedaan? Nou, en dan komt dus hier L. Ik hoef gelukkig maar tot M. En dan gaan we lekker, ga ik dit afsluiten. Maar dit is dus de meest walgelijke typfout. Klopt het er een schriftelijke overeenkomst is tussen Oekraïne, België, Nederland en of Australië over het openbaar maken van het onderzoek naar de toedracht? Klopt het dat elk land de openbaarmaking daarvan kan blokkeren door een non-disclosure overeenkomst? We beginnen natuurlijk met: klopt het er een schriftelijke overeenkomst is? Dat is geen Nederlands, echt niet. Het is ik heb mokro's, ik ken ook ontzettend aardige mokro's en die hebben vooral de Frans. Ze praten een beetje Frans. Ja. Maar die praten wel fatsoenlijk Nederlands. En die zeggen niet: klopt het er een schriftelijke overeenkomst is? Die praten beter Nederlands dan die eikel die dit in elkaar geflanst heeft. Klopt het er een schriftelijke overeenkomst is? Dat is geen Nederlands. Echt niet. En dit document, als dit een projectnummer was geweest, maar ze houden daar geen boekhouding bij, want daar houden ze niet van. Dan kunnen we gelijk zien wat ze kosten. Maar zou je een boekhouding hebben bijgehouden van dit document, en dat je zou weten wat de kosten waren van deze tot nu toe 8 pagina's, en zo dadelijk 19. Het kon wel een 500.000 zijn, man. Een 500.000 aan gelul. Klopt het er een schriftelijke overeenkomst is tussen Oekraïne, België, Nederland en of Australië? Wat wordt hier bedoeld? Klopt er dat we een contract hebben met een van de volgende partijen? Maak je keuze. Oekraïne? Nederland? Slaat het op. Over het openbaar maken van het onderzoek naar de toedracht. Kijk, dat kan niet. Je kan het onderzoek niet openbaar maken. Waar je het over kan hebben is dat je onderzoeksmateriaal, bijvoorbeeld er is een stoffelijk overschot gevonden, we willen gewoon niet dat dat publiek gemaakt wordt. Het ziet er gewoon te gruwelijk uit. Maar dan gaat het om materiaal. Het onderzoek. Het is niets meer dan dat 's morgens, terwijl jij op de bus bent naar de supermarkt of zo, dan mag je gaan spiegelen de hele dag. En dan zit er een man bij jou in de bus en die doet het onderzoek. Nou, dat is dan maar zo. En als jij weet van, oh, dat is die man die zit op dat onderzoek, ja, dan weet jij dat. Maar je gaat mij toch niet vertellen dat het niet openbaar gemaakt mag worden dat deze ramp onderzocht wordt. Dat hebben ze toch al lang toegegeven. Dus je kan het toch niet hebben dat er een vetorecht komt over het openbaar maken van het onderzoek. Want er is toch gewoon een onderzoek. En dan heb je dus hier weer een dubbele ontkenning. Non-disclosure. Dat is een Engelse term. Het had moeten staan: klopt het dat elk land ook maar iets van informatie mag blokkeren? Dat is het. Nou, in Nederland is het braafste jongetje van de klas, want vraag 3 A tot en met C, D. Die werd beantwoord met het vraag 3e, weet je nog.
waarin stond, ja, we gaan gewoon helemaal niks zeggen. Je mag vragen stellen zoveel je wil, maar... Locatie van wrakstukken, weten we helemaal niks van, willen we ook niks over zeggen. Gewoon geen zin. Het antwoord van het kabinet. Nee, er is geen veto-recht van een van de deze. Er is geen veto over het naar buiten brengen van informatie. Op 24 juli, dat is een week erna, dat is heel toevallig, is dat de verjaardag van mijn zus, hebben we met Oekraïne een contract gesloten waarin Oekraïne het onderzoek aan Nederland delegeert. In dat contract heeft Nederland zich verbonden de uitvoering van het onderzoek in overeenstemming met de bepalingen van hoofdstuk 5 van annex 13, komt hier weer. Hoofdstuk 5 van annex 13, 1944. Dit is de derde keer dat ze dit ding herhalen of refereren op een andere manier. En daarin is vastgelegd dat de onderzoekende staat het eindrapport van het onderzoek dient te sturen aan de State of Registry, State of Operator, State of Design, State of Manufacture, State Having Interest Because of Fatalities, State Providing Information, Significant Facilities or Experts. En de ICAO. Ja. Dat zal wel kloppen. Ze willen ook, de boodschap is eigenlijk van, hé, we hebben niet een, het is niet iemand anders zijn schuld dat wij niks willen zeggen. Nee, wij willen niks zeggen. We hebben niet, het is niet zo dat hier een veto, dat wij jullie niks vertellen omdat we niks mogen zeggen. Ben jullie gek? Nee, wij willen gewoon niks vertellen. Dat zal het wel zijn. Wij hebben zich daaraan te houden, ja, dat is overbodig, want ik heb een contract getekend, dan moet je gewoon je bek houden. In het contract is vastgelegd dat we rapporteren aan de betrokken landen. Okay. Er is geen sprake van een non-disclosure, dus er is geen sprake van een vetorecht of zo. Dat zou ook strijdig zijn met van allerlei dingen. Indien binnen 60 dagen na toezending van het ontwerprapport commentaar wordt ontvangen, zal de onderzoekende staat het ontwerp-eindrapport daarop aanpassen of de commentaren toevoegen aan het eindrapport. Mooi zeg. En dat wordt dus gestuurd aan de landen, de betrokken landen. En onze volksvertegenwoordiging, die vraagt ook van alles, van... Heb je eigenlijk wel een lijst van alle wrakstukken? En dan zeggen ze gewoon, nee, we hebben niks over zeggen. Heb je een lijst van al het militaire materieel wat daar is? Ja, zo ongeveer. Waarom mogen we daar niet komen? Ja, is te gevaarlijk voor ons. Waarom hebben wij geen correcte foto's en alles? Nou, dat komt omdat alleen de Oekraïense regering, die was zo attent om op Facebook te kijken. En die hebben alles gewoon gescreenshot, gescreencast. Die hebben dat allemaal getaped. Maar die Oekraïners, die regering, die heeft ons die Facebook niet gegeven. Wij weten gewoon helemaal niks. Heb je nog een vraag, zeggen ze dan. Nou, als je het ontwerprapport gaan we opstellen en dan mag je commentaar op geven. En dan zal de onderzoekende staat, dat zijn wij dus, hè, dan zullen wij
Want wij waren toch de onderzoekende staat. Dat hadden we toch met de Oekraïne afgesproken. Dus wij zeggen dan, we maken een rapport en daar mag je op reageren, maar dan moet je wel binnen 60 dagen dan. Het punt is, wanneer was die ramp ook alweer? En het is nou 2016. En ik weet nog steeds niet of ISIS het nou gedaan heeft of de CIA. Of was het toch de Mossad? Voor de zoveelste keer. Nee, ik weet het gewoon niet. Ik weet dat de Mossad heeft echt hele grappige dingen gedaan. En daar hoef ik het nou niet over te hebben. Hoe verhouden, dit is gelukkig de laatste die ik hoef te doen. En dan mag ik lekker stoppen. En dan ga ik door met 5N de volgende keer. Hoe verhouden het strafrechtelijke onderzoek en de inlichtingenpositie van de veiligheidsdiensten zich voor het kabinet in diplomatieke zin tot elkaar? Nou... even het antwoord er dan bij. De Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten kunnen ambtsberichten sturen aan het Openbaar Ministerie als dit in het belang van het strafrechtelijk onderzoek is. Kijk, ja, dat is ook erg. Want het blijkt dus dat ze dus, er is een soort supergeheime organisatie. En die staat dus boven de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten en het Openbaar Ministerie. En ambtsberichten, die worden dus onderschept. We kunnen ambtsberichten sturen, het OM, dus deze jongens, die kunnen dus de Nederlandse inlichtingen en veiligheidsdiensten, daar werken duizenden mensen. Maar die kunnen dus ambtsberichten sturen aan het OM. Maar alleen... als dat in het belang van het strafrechtelijk onderzoek is. Dat staat hier. Daar hoef je niet over te lachen. Dat is gewoon super humoristisch. Dus er is een of andere computer. En dan zit er zo'n medewerker. Met zo'n puisterige jongen. Een of andere nerd. En die stuurt een berichtje aan het OM. Van, goh, is die magnetron van jou nog te koop? En die komt gewoon niet aan. Weet je. Dat zou kunnen. Maar aan de andere kant vind ik wel een hele geruststelling. Dat ik heb. Ik ben gewoon in 78 begonnen met programmeren en ik vond het hartstikke leuk. En toen zag ik hoe de overheid omging met dingen als automatisering. Ik ben er helemaal kaal van geworden, man. Maar gelukkig... in principe werkt de e-mail wel, dus. Alleen, er zit een soort computer boven... en die zit te kijken of die berichten... in het belang van het strafrechtelijk onderzoek zijn... en dan worden ze doorgestuurd. Nou, dat zou mooi zijn. Maar ik vind het wel fijn dat ze... dat e-mail werkt. Door de... De BTW gaat naar 23% en ik sta echt te trappelen om iets meer terug te nemen. De buikriem aan te halen. Maar wel in het belang van een werkzame overheid natuurlijk. En dat de e-mail werkt bij die mensen. Ik denk dat ik zo dadelijk met mijn duim in mijn mond ga slapen. Als een babytje. Heel lekker rustig. En we hebben nou hoeveel vragen gehad? We zitten pas op pagina 9 volgens mij. Even kijken. Ja, pagina 9. Dan gaan we volgende keer verder met 5M. We zitten nu op de helft. En dan... De volgende keer ga ik er echt sneller doorheen, denk ik, hoop ik. Maar ik vind het hartstikke lief dat jullie naar me geluisterd hebben. Ik ben ook erg trots op mezelf dat ik die vorige uitzendingen waarin ik gewoon helemaal bedak ging, die heb ik gewoon lekker weggegooid. Ik had er echt eentje dat je misschien wel wilde horen, maar dan ga ik gewoon los als Alex Jones.
Maar ja, toen ik hem terugluisterde, dacht ik, ja, Perry, kom, dat kan je niet maken gewoon. Het punt is, Alex Jones, als die gaat renten, ja, dat is in het Engels. In het Engels kan je ook gewoon zingen, I love you, yeah, 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 I love you, yeah, 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 yeah. Do, 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 do. Ja, in het Engels klinkt alles goed. Als je in het Nederlands gaat renten, bij terugluistering dacht ik dus echt van nee, dat doen we dus even lekker niet. Dat gaat echt te hard. Dan slaan mensen gewoon dicht. En ik vind dat ik me nu heerlijk gedragen heb. Ik heb het allemaal netjes opgelezen. Daar ben ik ook wel trots op dat ik dat gedaan heb. Ik denk dat ik de rest die ik al af heb, dat ik die ook allemaal overnieuw moet doen. Dat is nog erger voor mij. Ach, morgen is de supermarkt weer open en dan halen we weer wat bieren. Dan blijf ik gewoon lekker doorzuren. Nee, lievers. Op z'n Duits natuurlijk, hè? Want Duitsland über alle. Of is het nou über alles? Dat weet ik ook weer niet. Hè? Maar lang leven de Duitsers, die hebben het al zo zwaar gehad de hele tijd. Dus in het Duits nemen we afscheid. En ook de Zwitsers kunnen dit verstaan. En de Austrian, de Oostenrijkers ook. Hè? En heel veel Belgen, die kunnen ook prima Duits. Denen kunnen goed Duits. En heel veel Zweden kunnen er ook al wat van. En Nooren. Wow. In Hongarije kunnen ze ook Duits. Dus, ja, in het Duits. Tjus. Dag liefjes.